Hallo Wim, bedankt dat ik jouw tijd mocht hebben om even met jou in gesprek te gaan. We zijn hier op het mooie Paulijnenveld in Roosendaal. Kan je iets vertellen over hoe lang je hier al woont op het Paulijnenveld? Ja, wij wonen hier ruim 32 jaar. Helemaal andersin. We zitten hier vlakbij het station. Ook verder bij de uitvalswegen, dus we zitten prima hier. Jullie wonen inderdaad op een heel mooi plekje hier op het Paulijnenveld. Ik heb ook eventjes opgezocht. Dit huis is al best wel oud, hè? Uit 1983 komt het. Merken jullie daar iets op jullie energierekening van? Ja, toen wij hier kwamen was het natuurlijk een aantal jaren geleden. Hier stond een hele grote ouderwetse cv-ketel. Ja, dat was natuurlijk een energieslurper. Die hebben we veranderd door een HR-ketel. En ja, dan zie je gelijk terug in je maandelijkse kosten. Nou, dat is een hele goede oplossing om het huis te verduurzamen. Hebben jullie nog meer gedaan? Verder hebben we alle kozijnen vervangen. Hierboven was het nog enkel glas, dus dat is gelijk een goed rendement dat binnenkomt. En we zijn begonnen met de LED-lampen te vervangen. Nu ook door de actie van de gemeente Roosendaal hebben we ook de laatste gloeilampen vervangen door LED-lampen. Het zijn al hartstikke mooie initiatieven wat jullie hebben gedaan. En als we kijken naar de toekomst, zijn er nog een aantal dingen die op de planning staan? Ja, we zijn van plan om toch te gaan kijken voor zonnepanelen. En als je dat toepast, dat merk je ook gelijk in maandelijkse lasten. Zonnepanelen, hartstikke mooi vooruitzicht voor jullie huis te gaan verduurzamen. Wim, ik wil jou hartstikke bedanken voor jouw tijd en voor het gesprek. Zo ziet u maar weer, met kleine aanpassingen in zowel handelen als in kosten kunt u toch uw huis duurzaam maken. Ik ben er een voorstander van dat de overheid woningeigenaren helpt om dit voor elkaar te krijgen.